Al 16 maal zijn de voetbalelftallen van Zwitserland en Nederland tegen elkaar uitgekomen. Nu treden ze in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de 17e maal in het Krijtperk. 60.000 enthousiaste voetballiefhebbers die wel graag weer eens een Nederlands elftal wilden zien winnen, zijn er naar komen kijken. Voor de toeschouwers is deze wedstrijd opnieuw een teleurstelling geworden. Het begon al in de eerste minuten toen de Zwitsers onze verdediging helemaal uit zijn verband wisten te spelen en keeper Landman voor een schot van linksbinnen Moron moest zwichten. Dit doelpunt, binnen enkele minuten na de aftrap gescoord, gaf de Nederlandse supporters weinig hoop. Vooral omdat vooral al gevreesd werd, namelijk dat onze verdediging het zwakke punt zou zijn. Helaas bood ook het spel van de andere linies weinig perspectief. Keeper Landman deed zijn uiterste best om er nog iets van te maken. En hij wist te verhinderen dat de Zwitsers in deze periode hun voorsprong vergroten. De samenwerking in de oranje ploeg liet veel te wensen over. Bij de Zwitsers was die veel beter, al was ook hun productiviteit maar matig. Gesteund door hun 1-0 voorsprong speelden ze rustig en beheerst en volkomen zelfverzekerd. Maar die zelfverzekerdheid werd hun noodlottig toen Kohler in een gevaarlijke situatie op de keeper terugspeelde en Abel Enstra, die overigens in deze wedstrijd nauwelijks opviel, er als de kippen bij was om de geboden kans te benutten. De rust ging in zonder dat er in deze stand verandering kwam. Na de pauze kon onze voorhoede verschillende malen in het vijandelijke doelgebied doordringen, maar zij slaagden er niet in de Zwitserse grendel open te breken. Het leek soms of onze spelers het voetballen verleerd hadden. Toch kon er in het eerste kwartier van de tweede helft van een Nederlands overwicht gesproken worden. Maar zoals dat zo vaak gaat, het succes kwam aan de andere kant. Bij een snelle aanval van de Zwitserse voorhoede greep de Nederlandse verdediging weer eens onvoldoende in. Zij liet midden voor Hugi ongedekt staan, zodat hij vrij kon inschieten en de stand op 2-1 voor Zwitserland kon brengen. Na dit doelpunt heeft Oranje nog van alles geprobeerd om verandering in deze stand te brengen zonder resultaat. Eenmaal schoot Lenstra zelfs tegen de paal. Maar het geluk was en bleef met de Zwitsers. Geheel verdiend overigens, want zij waren ontegenzeggelijk technisch en tactisch veel beter dan onze ploeg. En zo bracht dan deze teleurstellende wedstrijd opnieuw een nederlaag voor een nationale voetbalhelftal dat de crisis waarin het nu al jaren verkeert niet vermocht op te heffen. Een nederlaag waaraan de verkleumde fotografen niets meer konden veranderen. Al zouden ze het nog zo graag gewild hebben.